Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR, en met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Op 22 oktober gaat in Gent voor de derde keer de Dag van Inclusie door. Dat is een samenwerkingsverband tussen de SERF, dat is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, 32 sectorfondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties en Sterpunt Inclusief Ondernemen. Hun doel, bedrijven bewust maken van de kracht van inclusie. Werkgevers en HR-professionals kunnen er een ganse dag inspiratie tanken over inclusief recruteren, impactvol omgaan met anderstaligheid. Je leert er ook hoe je technologie kan inzetten als hulpmiddel voor inclusie. Noem maar op. Er is ook een inclusiebeurs waar je kennis kan maken met heel wat dienstverleners die zich bezighouden met diversiteit en inclusie. Want kiezen voor diversiteit en inclusie, dat is niet altijd evident. In een driedelige podcastreeks in samenwerking met de SERF gaan we in gesprek met drie inclusieve ondernemingen die oog hebben voor het potentieel van iedere medewerker en die erin slagen om mensen met drempels tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te stellen. En in deze derde en laatste aflevering heb ik Vincent Neslani van boekhoudkantoor Sir Jacob Neslani en Partners te gast. En ook Sabine de Keizer schuift mee aan. Zij is instructeur boekhouden bij de VDAB. En ook het boekhoudkantoor Sir Jacob, de Zlani en Partners, mag zich een inclusieve onderneming noemen. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed Goedemiddag. met jullie? Prima. Op deze fantastische locatie aan het station in Gent. Dus eigenlijk, ja, mensen die luisteren, die gaan het natuurlijk niet zien, maar we zijn hier op een heel fijne plek met een groot zicht op een groot deel van Gent. Hè. Goed, we gaan, uh, we gaan erin vliegen. Ik ga, uh, Vincent, een beetje terugkeren naar de tijd in 1999, denk ik, toen je André Sir Jacob uh, hebt ontmoet, toen je eigenlijk zelf eerst als bediende bent gaan werken, denk ik, in het boekhoudkantoor, waar je nu eigenlijk mee aan partner bent. Maar het is geen alledaags boekhoudkantoor, heb je mij gezegd. Hoezo? Ja, ik kan dat een beetje trachten te kaderen. Mm -hmm. uh, misschien zeer kort een kleine geschiedenis. Ik ben mm -hmm. inderdaad in het jaar 91 uh, ben ik beginnen werken bij André, sierre Jacob. Ik heb daar een vijftal jaar zeer veel bij geleerd. Als jonge starter bedoel ja, dan is alles nieuw. Mm -hmm. um, en dan kom je op een punt na vijf jaar dat je zijn stoel wil veroveren. Wat nog veel te vroeg was. Je mm -hmm. um, hebt hem dat ook zo gezegd? Ik heb hem dat ook zo gezegd. <laughs> ja. okay. Ik kreeg direct het juiste antwoord. Dat was duidelijk. Waarbij, ja, dan ben je, begin je te zoeken en dan heb ik andere wegen uh, bewandeld. We zijn in vriendschap uit elkaar gegaan. Uh, dan ben ik bij een van de Big Five, uh, toen Big Five, uh, gaan werken bij KPMG. Waar ik ook vier jaar en al, bijna vijf jaar toch gewerkt heb. Zowel binnen als buitenland, ook enorm veel bijgeleerd. Um, en plots kreeg ik daar, want ik had qua senior consultant, kreeg ik de kans om na een promotie tot manager partner te worden. Ja met diverse voorwaarden en wat geld opleggen en dergelijke meer. Mm -hmm. En na drie dagen uh, wikken en wegen. Uh, was het eigenlijk mijn echtgenote die plotseling zei: Nee, doe dit niet. Mm -hmm. Als uh, KPMG jou de kans geeft, moet je het zelf doen. Mm -hmm. Ik moet zeggen, dat was eventjes verschieten. maar yeah. <laughs> vrij laconiek kwamen ze daarmee uit de hoek. En uiteindelijk heb ik haar uh, mening gevolgd. Okay. Ik heb KPMG vriend in alle vriendschap yeah. vriendelijk bedankt. Dat was een kort einde, want uh, zondag kreeg ik een aangetekend schrijven dat ik niet meer moest aantreden. En uh, mm. <laughs> wat ja. ik ergens wel begreep. Alhoewel, nu heb ik nog contact met collega's. Ja. Dus dat is nog altijd Maar zeer Dat is een manier hoe dingen dan soms Dat lopen, is logisch. Hè? Ja. Ja. Uh, en dan ben ik nog kort in een advocatenkantoor de fiscaal-juridische kant uh, een beetje gaan proeven. Mm -hmm. En als laatste dan in een audit-revisorenkantoor. Oké. Okay. Tot plots, en toeval bestaan niet, tot plots de wegen tussen André, Jacob en mijzelf heel toevallig weer kruisten op het moment dat hij eigenlijk een overnemer zocht en ik een overname zocht. Voilà. Lang verhaal kort, drie ja. dagen later zaten we samen en vijf dagen later was het contract getekend. Het kan verkeersniveau. Dus dat is eigenlijk een beetje de geschiedenis <laughs> okay. van het kantoor. En we hebben dat, ik heb dat toen overgenomen, gestart met een tweetal medewerkers. En we hebben dat zeer op het gemak uitgegroeid naar mm. hun tien medewerkers. Ja. Uh, en het is ook niet mijn bedoeling om een kantoor te, te laten groeien met, met 30, 40, 50 medewerkers. Nee. Omdat ik heb doelbewust gekozen voor een familiaal kantoor. Uh -huh. Het familiaal karakter vind ik zeer belangrijk. Ja. Uh, omdat hoe groter een kantoor wordt, ik kan niet zeggen dat je op de duur je medewerkers niet kent. Uh -huh. Laat staan dat je je klanten op den duur niet meer kent, yeah. omdat de massa dan veel te groot wordt. En dat is de reden dat we eigenlijk stapsgewijs uh, ja, een beetje gegroeid zijn, ja. zou zeggen. En dat maakt jullie dan ook een stukje een niet alledaags. Goed, niet alledaags. Of zit er om, nog meer ja, in? Ja. Toch omdat wij geen, geen boekhoudkantoor puur zijn. Mm -hmm. Wij doen de boekhouding uiteraard. Hè, boekhouding en fiscaliteit uh, voor zowel eenmanszaken als de kleine, Of de zou ik zo zeggen. Mm -hmm. uh, maar boekhouden, in mijn, naar mijn mening. Stop niet met enkel het inputten van de gegevens. Eens mm -hmm. we die cijfers hebben, gaan we gaan meedenken met de klant. Oké. Okay, yeah. Waar wil de klant naartoe? Wil hij groeien? Wil hij uitbreiden? Wil hij juist inkrimpen? Wil hij bepaalde beslissingen uh, nemen? En we proberen als, als, als het ware een beetje het vijfde wiel aan de wagen, wat zijn maar yeah. in een positieve zin? Ja. Yeah. Dat we kunnen meegaan in het traject van de klant. Mm -hmm. En dus niet puur het afleveren van de cijfers en dit is het, maar echt een stap verder zetten. Ja. Yeah. En ook een beetje een uitdaging, ja. waarschijnlijk af en toe. Hè. We ja, moeten ja. wekelijks nieuwe uitdagingen hebben. Ja, ja. oké. Okay. Zeggen, als je dan een aantal medewerkers hebt, wie staat daar dan voor in? Het voor? zal geen HR-dienst uh, zijn, maar ja, je medewerkers natuurlijk moeten zich wel goed voelen. Ze zich deel van het bedrijf voelen. Wie, wie houdt zich daar dan mee bezig binnen de organisatie? Ja. Dat is bij ons het secretariaat. Oké. Okay. Twee dames die zich daarmee bezighouden. Die enerzijds bij de aanwerving, als ik het zo mag uittrekken, in het begin al uh, de, de voorselectie doen. Ja. Want we krijgen inderdaad wel zeer veel uh, okay. kansen binnen, ja. zal ik maar zeggen. Uh -huh. Maar uit die ganse groep, die visvijver, moet je dan natuurlijk die juiste persoon trachten ja. eruit te vissen, die dan één, uiteraard de kennis heeft, ja. die de passie voor boekhouding en fiscaliteit mm -hmm. heeft, maar die dan daar nog een keer bovenop in de groep past. Ja. Dus dat is altijd wel... Die puzzel leggen is niet altijd evident. Mm. En dat wordt voorbereid door uh, enerzijds mijn personal assistant... Ja. en anderzijds een tweede collega op het secretariaat... Uh, alvorens dat het dan bij mij komt... om ja. dan het, uh, het finale gesprek even okay. te gaan doen. Ja, mooi. Nu, ik heb jullie als uh, inclusief onderneming uh, aangekondigd. Uh, wat houdt dat voor jou in, inclusief ondernemen? Oh, inclusief ondernemen... Zoals dat ik daarnet zei, het familiaal karakter vind ik belangrijk. Mm -hmm. Want we zitten tenslotte acht uur, minstens acht uur per dag op kantoor. Dus uiteindelijk werk je samen met mensen. Um, en. Goh, ik heb, het, het, het dateert eigenlijk al van een jaar of tien geleden. Waar ik bij vrienden, die hebben een zoon, die een licht athesmespectrum hebben. Dus wij volgen dat al een beetje van op afstand. Ja. En al tien jaar geleden um, ben ik aan het denken van. Goh, Mocht ik die nu toevallig zijn interesse kunnen draaien richting boekhouden, dat zou een ideaal profiel ook geweest zijn. Mm -hmm. Omdat dat zeer correcte mensen zijn, zeer secure Zet, mensen. Ja. Als je iets vraagt, dat wordt perfect uitgevoerd. Oké, okay, de interesse boekhouden was, was niet zo, zo aanwezig bij die persoon. Die heeft dan andere mm -hmm. wegen bewandeld. Uh, dus ik stond er eigenlijk sowieso ja. wel voor open. Jij ja, zag eigenlijk al de meerwaarde, want vandaag, Anno 2024, neurodiversiteit, is, is, ah, je wordt nu als een kracht gezien. Hè? Organisaties zoeken dat uh, zoeken profiel, maar jij werd dus eigenlijk een serieuze voorloper. Maar het is niet gelukt toen. Voorloper is de... misschien een groot woord. Ja, maar je werd. Er maar toch wel. ik stond ervoor ja. open. Ja. Omdat okay. ik trap geen open deuren in als ik zeg dat personeel vinden of medewerkers vinden niet Moeilijk. zo evident is. Mm -hmm. Dat is bij iedereen zo. Uh, maar. Het punt is wel dat de arbeidsmarkt voor, voor die mensen dat die iets verder mm -hmm. ligt. De mm -hmm. drempel is iets hoger. Ja. En dan is het aan de ondernemer om, om ons daarvoor open te stellen, ja. om eigenlijk die mensen de kans te geven om zich toch te ontplooien in een, een normale werkomgeving. Ja. En zijn er dan mensen die jij nu vandaag de dag te werk stelt, die daaraan voldoen? Oké. Okay. En kan Zee, je daar iets meer... Ja. Over vertellen hoe dat, dat dan gelopen is, hoe zijn die bij jou terechtgekomen. Oh, ook weer toeval, als ik het zo mag zeggen. <laughs> okay. uh, in het verleden, ik ben ongeveer 35 jaar bezig, hebben wij geregeld al wel contact gehad met de VDAB. Dan hebben wij een zeer positief uh, traject eigenlijk met hun die wij bewandelen. En uh, laatst kwam eigenlijk van hun uit, in het begin een beetje aarzelend, omdat ze niet goed wisten hoe ik mij daar ging tegenoverstellen van, ja, we hebben inderdaad wel nog iemand, maar. Ik zei ook okay, ja, goed, iemand, maar wat? Hè? Mm -hmm. en, en als ze dan inderdaad vertelden uh, wat voor iemand dat die persoon was en dat hij inderdaad in het inclusieve traject wel uh, zich thuis uh, vond, mm -hmm. ik denk dat ik daar onmiddellijk positief op geantwoord yeah. had. En de verwondering was groot: van oké, okay, leuk yeah. dat er een positieve reactie was. En dan zijn we direct de gesprekken gaan voeren hebben we, want dat is wel belangrijk, onmiddellijk een gesprek ook wel gedaan met de persoon zelf ja. om te kijken of de klik er was. Mm -hmm. Want dat is ja. belangrijk. Ja, ja. Dat de persoon zich eigenlijk goed voelt met de personen rondom zich heen. Ja. Dat dat vertrouwender is. Mm -hmm. In de mate dat je dat natuurlijk op, op, op een paar uur al kan, kan zeggen. Mm -hmm. En in casu de persoon, de medewerker die nu bij ons werkt, was dat eigenlijk vrij snel, hadden wij het gevoel van... Ja. Dat komt goed. Die had een ja. enorme interesse in boekhouding. Ja. Uh, zeer leergierig. Hij kende de boekhouding van A tot Z, van binnen, van buiten. Ik bedoel, hij moest een boek één keer lezen en hij kende hem, bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, en de klik was er ook. Ja. Yeah. En dan en hebben we stilletjes aan dat traject samen met, hen, met hem ja. uh, bewandeld. Okay. En tot op vandaag nog geen seconde spijt gehad. Mooi. En als je dan zegt, die toeleiding is gebeurd door, uh, via B, dan kijk ik waarschijnlijk naar de persoon die naast jou zit. Want dat is dan Sabine, dat is dan jouw verdienste. Jij bent de persoon die dan uh, daarvoor gezorgd heeft, dat een en ander in orde kwam. Uh, wij proberen... Bij de VDAB, dus altijd iedereen de kans te geven om te studeren mm -hmm. via zelfstudie of via online modules. Mm -hmm. Maar dan ook, ze moet, de inzet moet er wel zijn. Ja. En wij zien op den duur ook wel wie dat of dat, dat goed gaat lukken, ja, ja of ja. nee. Dus vandaar. Uh, bij bepaalde cursisten weten wij dat van op voorhand al. Dat gaat iemand goed zijn of niet. Gevoel dat, gezien dat, attitude. Ja. ja. En ook hoe leergierig dat ja. ze zijn en mm -hmm. welke interesse dan ze hebben. Dus vandaar dat uh, na de, in de opleiding zitten ook uh, hebben ze kans op stageplaats ja. te doen. Mm -hmm. Vandaar dat ik met Vincent contact gehad heb om mm -hmm. voor te vragen of dat hij eventueel bepaalde cursisten niet kon de kans mm -hmm. geven, want het belangrijkste is wel dat we de mensen kansen kunnen ja. bieden. Ja. En dat heeft hij dus ook gedaan. En um, tot op vandaag ben ik heel gelukkig en heel tevreden. De motivatie is er en dat we kansen kunnen bieden ja. aan de personen. Ja. Want je, je geeft boekhouden hè, bij de VDAB in een cursus dat mensen dan ook naar de klas komen denk ik. Want je sprak net van online modules. Dat doen jullie ook. Maar dit is een, een, een grotendeels klassikale opleiding ook of een beetje de twee. We moeten de tweeën feiten, want ja. we moeten mm -hmm. mensen ook online, is goed, maar ja, moet voor anderstaligen bijvoorbeeld is dat ja. ook moeilijk voor een online module ja, te zeker. leren en te volgen. Zodoende dat hun Nederlands ook niet zo optimaal ja. is. Uh, en daarvoor zijn wij er dan om hen te begeleiden via allerhande kanalen, mm -hmm. via klassikale um, lessen. Ook via uh, speciale workshops dan we geven, zodanig dat zij elk thema nog een keer speciaal kunnen ja. uh, bekijken. Bijvoorbeeld, ik denk bijvoorbeeld aan de BTW van mm -hmm. A tot Z, vernootschapbelasting, die, uh, die we dan ook aan het bedrijf aangeboden hebben. Ja. Zodanig okay. dat een deel van jullie personeel dat dan ook gevolgd heeft. Oké, okay. Oh mooi. De opleiding is voor iedereen die jullie geven, maar jullie bieden kansen aan iedereen. Zeker ook aan mensen die misschien een iets groter afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wat mag ik me daar dan bij voorstellen? Zijn dat dan mensen die al een lange tijd zonder werk hebben? Zijn dat mensen die langdurig ziek zijn? Wat is dan... Oh, dat kunnen ook mensen zijn, dat kan onder andere zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die, van, uh, die bijvoorbeeld door medische redenen hun ja. job niet meer Nieuwe kunnen uitoefenen. Uh -huh. Die gewoon een andere job willen doen. Ja. En die dat willen ook aanleren via boekhouding. Okay. Dat kan dan ook op die weg, langs ja. die weg... Uh is de mogelijkheid er ook. Daarvoor. Oké, okay, mooi. Dan ga ik even terug naar, naar jou, Het is, ja, Als ik je hoor praten, dat zit in uw DNA-inclusie. Maar je, je werkt natuurlijk in een organisatie dat er meerdere medewerkers in dienst zijn. Het is minstens even belangrijk dat ze er op dezelfde manier in zitten, zoals, zoals jezelf. Hoe zorg je daarvoor? Is dat iets dat gewoon gebeurt? Of omdat je een voorbeeldrol stelt? Of heb, moet je daar specifieke aandacht voor hebben? God. In het begin was dat wel iets onwennigs. Mm -hmm. uh, maar ik ben dan even gaan praten met bevriende artsen, een arts en een uh, psycholoog. Oké. Okay. En na een beetje heen en weer talk hebben ze eigenlijk gewoon gezegd: Van zo, één tip, twee woorden zeggen ze. Doe normaal. Ah ja. Ja. Dat zijn heel normale mensen die gewoon in een groep zich thuis willen ja. voelen. En ze mm -hmm. zijn misschien iets introverter, als ik het zo mag uitdrukken. Het is ja. geen kritiek dat ik geef. Uh -huh. Maar uiteindelijk, als zij zich thuis voelen in een groep, ja. zijn dan de medewerkers zoals, zoals u of ik bij wijze ja. van spreken. Ja. Oké, okay, gemakkelijker gezegd dan gedaan, want ja, je kent dat niet. Je wil ook niks verkeerd doen, mm -hmm. want dat was in het begin de grote schrik. Die wij hadden van, gaan ja, wij niks verkeerd zeggen of verkeerd doen? Een beetje ongemakkelijkheid. Ja, ja, klopt. Ja. En dat was wat mm. aftasten. Ja. Maar ik denk dat dat evenzeer van de medewerker in, in uit uh, een beetje hetzelfde was als, als van bij ons. Ja. Maar ik heb op voorhand inderdaad ook met de medewerkers samengezeten om alles uit te leggen, te mm -hmm. bespreken en, en iedereen toch wel wat, uh, hoe zou ik zeggen, alert te maken. Ja. Uh, met de bedoeling dat die medewerker zich zo snel mogelijk thuis voelde ja. in de groep. Uh -huh. En om een, een, een specifiek voorbeeld te geven, uh, meestal de, ay, de vrijdag namiddag stoppen wij altijd iets vroeger. Uh -huh. Kwart na vier stoppen de werktijden. En in de zomer hebben wij een terras, we hebben dan achteraf nog een, iets drinken met, uh -huh. met de groep. Ik denk na drie, vier weken zat die betrokken medewerker erbij en zat hem zelfs mee yeah. mopjes te maken. Yeah. Waar we dan voelden van oké, okay, het zit goed. Yeah. Yeah. Maar je, je bent wel alert, maar alert voor alle medewerkers eigenlijk. Je maakt geen uitzondering specifiek voor als je voelt van die zit op zijn plaats en hij is gelukkig, ja, dan is dat een medewerker yeah. zoals een andere. Yeah. Thuis voelen. Heb ik daarvan? Uh, Want het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen, zich in deel van de groep voelen. Mooi. Uh, op de dag van inclusie om de twee jaar wordt er ook een award uitgereikt naar de meest inclusieve onderneming. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd om te weten, los van je gaat er, je gaat niet noodzakelijk een bedrijf moeten noemen die dan uh, een, een, een award-nominatie in de wacht heeft gesleept. Maar ik kan me wel inbeelden, zeker als je voor veel ondernemingen werkt en een boekhouding doet. Je ziet veel. Wat maakt voor jou dat een onderneming zo'n award verdient? Wat maakt dat een onderneming zichzelf een inclusieve onderneming mag noemen? Ik denk van belang is dat je een onderneming bent die openstaat om zo mensen de kans te geven. Mm -hmm. Zoals dat ik daarnet zei, de reguliere arbeidsmarkt ligt iets verder mm -hmm. van hen dan, dan misschien een. Een andere student die afstudeert. Bepaalde studenten kunnen zich goed verkopen en gaan mm -hmm. zeer snel op de arbeidsmarkt uh, terechtkomen. Zij gaan dat misschien iets minder hebben, maar dan is het als ondernemer of onderneming van belang dat je de mensen kansen geeft. Ja. Maar daar stopt het niet. Mm -hmm. Dat is stap één. Ik denk, stap twee is dan gewoon zorgen eens bij jou op de werkvloer, in het bedrijf zijn, dat je die ook goed begeleidt. Ja. En niet aan een lot overlaat. Mm -hmm. Want uiteindelijk komt even welke medewerker ieder heeft, zijn, zijn, zijn pro en zijn contra heeft, zijn gaves. En als je die dan goed begeleidt, dan kan je eigenlijk van zo'n medewerker een topmedewerker maken. Ja, kansen geven en inderdaad goed omkaderen, de juiste begeleiding. Zeker en vast. Voorzien. Mooi. Dus dat is een bedrijf, die aan, een bedrijf die aan die criteria voldoet. Die verdient een Award. Dan hoop ik dat er heel nou, veel mee. organisaties zijn die zo'n Award mogen, zouden mogen meenemen. Uh, om af te zetten, misschien zo'n ultieme tip. Hè, voor iedereen die nu luistert, dat zijn ondernemers, dat zijn ook HR-professionals die luisteren of kijken. Wat, wat is uw ultieme tip om een, om een inclusieve onderneming te worden of te zijn? Of te blijven? Niet bang zijn. Oké. Okay. Als ik met klanten praat, of met andere ondernemers praat op net netwerkevents, dan voel ik soms bij ondernemingen of ondernemers toch een twijfel en een schrik. Ja. En dagen zoals deze zijn ideaal om het een keer in de verf te zetten. Ja. Waarbij ondernemingen die daar open voor staan, maar toch ook voor hen de drempel mm -hmm. te hoog is, de kans te geven, of het duw en de rug te geven. Ja. En ik zeg het niet bang zijn. Ja. Probeer... Begeleid en je gaat zien dat dat eigenlijk gaat een succesverhaal worden. Mooi. Heel mooie boodschap om, uh, om deze podcast, deze derde podcast in de reeks mee af te sluiten. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek. En Sabine, voor jouw korte bijdrage, maar zeer belangrijke bijdrage ook voor jou heel erg hartelijk. Ja. Bedankt. Merci Dank je Dankjewel. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Heb je honger naar meer weten, dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcastapp. Zeker op 22 oktober dus naar Gent komen in het ICC Dag van Inclusie. Het allerbelangrijkste sluit ik elke podcast mee af en weet jullie ongetwijfeld ook al heel erg goed. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!